Energierepen zijn fijne snacks om bij je te hebben. En als je ze zelf maakt, weet je precies wat erin gaat. Deze gezonde variant bevat geen toegevoegde suikers. Pureer 250 gram ontpitte dadels in een keukenmachine. Verse dadels zijn lekker kleverig. Bij gedroogde dadels kun je eventueel een eetlepel honing toevoegen. Pureer tot de dadels een pasta vormen. Voeg dan 100 gram cashewnoten toe. Meng kort tot de noten gemalen zijn, maar nog wel wat bite hebben. Alles moet goed gemengd zijn. In plaats van cashewnoten kun je ook andere noten gebruiken. Denk aan walnoten of amandelen. Ook extra lijnzaad, kokosrasp of sesamzaadjes erdoor is lekker. Schep de notenpasta in een platte schaal die met bakpapier is bekleed. Druk de bovenkant aan. Dit gaat makkelijk met iets natte handen. Laat het mengsel een uurtje opstijven in de koelkast. Snijd het daarna met een mes in repen. Wikkel de repen tot gebruik in plastic folie.